Ik herinner mij dat ik in Bellewaerde moest aanwezig zijn met twee van de muzikanten die ook mee naar het Songfestival zijn gegaan. Zijn de Chris Peters, die nu te zien is bij de laatste show, en nog zoveel anderen, en echt een fantastische muzikant. En ook Jean Bosco's Safari heeft toen meegedaan. En het was echt een hele toffe ervaring. Wij moesten daar zijn. De Strangers hadden geloof ik al een gedeelte opgenomen, hun versie. En dan op een bepaald moment moesten we natuurlijk ook wel iets samen doen. En ik herinner mij dat ik zo, ik geloof naar het einde toe van het lied, op ergens, ja, op zo'n soort van reling, zal ik het maar noemen, zat. En dat was absoluut niet voorzien. En dat de stouterikken dus mij gewoon naar achter hebben gewipt. En dat was wel even schrikken, maar ik vond het wel een heel leuk beeld. Dus ze hebben dat er absoluut in gehouden. Dus ik denk dat het Nest was en John. Ik ga proberen van dat refreintje een keer te zingen. Hè. Wacht even. Aaron of Jong, geef een miljoen. Miljoen? Oh, ja. Als ik maar wist wat ik zou doen. En daar is altijd een G erachter. Raar, dat Antwerps. Aaron of Jong, wat is dat? Kleid op mijn tong. Is het A of B? Is het ja of nee? Aaron of Jong. Aaron of Jong.